Welkom bij Veradé. Zit neer en laten we starten met stappen. Lift afwisselend je voet op. Enkel gewichten zijn optioneel. Vandaag een workout voor osteoporose. Natuurlijk is wandelen de beste workout om de botten te belasten en sterk te houden. Vervolgens gaan we van hieruit naar de wijdbeense squat. Open je benen, kruis je armen voor je. Sta rechtop en buig door de knieën, tik de stoel aan. Houd de rug, billen, buik aangespannen. Zit neer, kom op en duw je billen naar achteren bij het omlaag komen. Kniebuigingen zijn de meest efficiënte oefeningen om kracht op te bouwen in de bilspieren en bovenbenen. Houd de rug van je stuit tot je kruin recht. Verleng je wervelkolom. Nog 4 keer. Nog 3, 2 en laatste maal. Onze volgende oefening is de knie-extensie om spierkracht en mobiliteit te trainen. Leg je handen op de zitting en strek je been uit. Laten we dit 5 à 10 keer herhalen. Gebruik geen gewichten bij knieklachten. Laatste 5, 4. Strek uit en buig. Strek uit en buig. Wissel van been. Strekking van de knie. Strek uit en neer. Strek en buig. Laatste 7, 6, 5, 4. Laatste 3. Strek en buig. Strek en buig. Laatste maal. Strek en buig en laat los. Neem 2 gewichten voor de biceps curl. Gewichten zijn optioneel. Houd de ellebogen in een hoek, handpalmen naar boven gericht. Span je armspieren aan en til je onderarmen omhoog, vuisten of gewichten naar je schouders. En terug naar de beginpositie. Elleboog in een 90 graden hoek. Op en neer. Op, vuisten naar de schouders. En neer. Nog 5. 4. Op en neer. 3. Op en neer. En laatste 2. Laatste maal. Laten we van hieruit overgaan naar schouderdrukken. Bovenarmen en ellebogen zijwaarts op schouderhoogte in een 90 graden hoek. Dit is de beginpositie. Druk op en terug omlaag. Druk op en neer naar de beginpositie. Ellebogen op schouderhoogte. Nog 5. Op en neer, laatste 3. Op en neer. Druk omhoog en terug op schouderhoogte. Druk omhoog en ellebogen op schouderhoogte. Druk op, laatste maal. Leg de gewichten opzij. Sta rechtop en houd je vast aan de stoelleuning. Voor hakkenbillen. Rug recht. Van je steun tot aan je kruin. Breng je hak naar je bil. 10 herhalingen. Laten we starten. 1. 2. Voetflex. 3.
4, 5, trek je tenen op naar je scheen. 2, trek op, laat los, 1e maal, hakkenbielen, ander been, laten we starten 10 keer, langzaam op en neer, houd je voet flex, trek je tenen naar je schenen. Laatste 5, 4, hak naar bil, op en neer, 2, laatste maal. Heel lift, ga zo hoog mogelijk op je voorvoeten staan. Beeld je in dat je je hoofd naar het plafond beweegt. Hier ook laat je hielen zacht op en neer gaan. Lift op en neer. Op en neer. Houd je rug recht. Op en neer. 5. 4, op en neer. Lift je hielen zo hoog mogelijk op. Op. 1e maal. Laatste oefening. Beenabductie. Voeten op heupbreedte. Beweeg het been naar buiten en weer terug. 10 keer. Spieren aan de zijkant van de heup en het bekken trainen. Voetflex zodat de tenen naar voren wijzen. Lift zijwaarts op en neer. Op en neer. Doe zo verder. Nog 2 keer. Op en neer. 1e maal. Op en neer. Een wissel van been. Lift je been zijwaarts omhoog en terug. Laten we dit 10 keer herhalen. Lift zijwaarts op en neer. Op en neer. Doe zo verder. Op en neer. Langzaam omhoog en neer. Op en neer. 3 keer. 2, 1. 1e maal omhoog en omlaag. Laten we gaan eindigen met een stretching. Breng 1 been naar achteren. Hiel op de vloer voor een kuitstretch. Hou even vast. Wissel van been. Andere been naar achteren. Hiel op de vloer. Kuit stretch. Staande zijstrekking. Kruis 1 been voor het andere. Strek je arm omhoog, langs je oor en buig zijwaarts. De flank strekken. Hou vast.
en adem. Wissel van kant. Kom terug naar het centrum, rechtop. Kruis het andere been voor. Rek je arm omhoog en langs je oor en buig zijwaarts. Laat los, kom naar het centrum. Schouderstretch. Rol je schouders naar achteren en omlaag en breng je arm voorlangs. Wissel van kant. Arm omlaag, schouder omlaag. Zo, dit was het voor vandaag. Bedankt om mee te doen en tot de volgende. Dag!